We zijn op dit moment in de haven van Monnikendam. We gaan op bezoek bij twee onderwaterarcheologen die op zoek gaan, en dat is natuurlijk ontzettend spannend, een scheepswrak wat ligt op de bodem van het Markermeer. Dus we gaan aan boord en eens even kijken wat ze gaan doen. Hey, Jan-Willem. Ja, leuk man. Fantastisch. Ja. Dankjewel. Alsjeblieft. Goed je te zien. Ja. Leuk. Ik spreek nu met Jan-Willem Oudhoff. Jij bent voorzitter van de stichting Archeo-ODC, waar ik zelf ook in het bestuur zit. Hartstikke leuke stichting. Wellicht is het leuk als je wat kunt toelichten wat de stichting precies doet en wat de stichting eigenlijk beoogt. Ja, prima. Ja. De stichting Archeo-ODC doet onderwaterarcheologisch onderzoek naar scheepswrakken die hier in het Markermeer liggen. En eigenlijk is, nou ja, zeker dit stuk van de Zuiderzee is het grootste verkeersknooppunt van Nederland geweest voor eeuwen. Ja, een soort A1, maar dan op het water. Ja, precies. En dat eigenlijk tot in de 19e eeuw. Dus er liggen heel veel scheepswrakken. Ja. En wij proberen eigenlijk met een zo groot mogelijke club mensen. En dat zijn sportduikers, dat zijn beroepsduikers. En er zitten ook een aantal archeologen en zitten daarbij. Okay. Wij proberen uiteindelijk het verhaal over dat verkeersknooppunt en de maritieme geschiedenis van het gebied zo breed mogelijk naar buiten te brengen. Ja. Wat maakt onderwaterarcheologie of maritieme archeologie nou zo leuk? Waarom willen mensen dat doen? Want er komt nog wel heel wat bij kijken. Nou, kijk, het basisprincipe is dat je op zoek gaat naar onbekende dingen. Dat heb je natuurlijk met landarcheologie ook. Hè. Je kunt daar uiteindelijk gewoon graven en dan vind je dingen. Ja. Maar het aspect van het onderwater ontdekken van allerlei bijzondere dingen, dat spreekt heel veel mensen heel erg aan. Jij bent Joris en je bent ook bestuurslid van Stichting Archeo-ODC. Kun je even kort vertellen wat je zo meteen gaat doen? Wij gaan proberen op een schip wat wij onlangs hebben gevonden van 20 meter lang, een haakse hoek, twee rechte lijnen met een haakse hoek, er omheen uit te zetten. Om te kijken of we vanuit die hoek hele nauwkeurige metingen kunnen gaan verrichten. Ja. En ook gaan we proberen om in nette banen, in een soort grasmaaierpatroon, videoopname te maken. Ja. Zodat er later met fotogrammetrie software een overzicht gemaakt kan worden. Horen jullie mij? Kun je iets vertellen over het wrak zelf? Weet u al hoe oud het is bijvoorbeeld? Ja, we denken, en dat is aan de hand van wat maritiem archeologen hebben gezegd, dat het wrak eind 17e eeuw is. Het gaat om een vrachtschip. Het is ook nog helemaal intact. Het is eigenlijk rechtstandig weggezakt in de modderbodem. Ja. Al zo'n 340 jaar geleden ongeveer. Ja. Dus kun je nagaan als als op het land een voertuig strandt, dan ruimt iemand het op. Ja. En dit heeft slechts onder 3,5 meter water heeft het al die tijd is het door niemand gezien of aangeraakt. Ja. Alleen een archeologieduiklog. Zo Joris, je bent weer terug aan boord. Hoe was de duik en heb je kunnen doen wat je wilde doen? Ja, prima. Het zicht was redelijk. Ik heb de lijn en de hoek goed neer kunnen leggen. Ja. Zodat we een volgende keer verder kunnen gaan met de opnames. Ja. En je gaat vandaag niet meer duiken aan op het wrak? Nee, vandaag is het even klaar. Het weer gaat een beetje omslaan zo meteen. Ja. Dus we waren net voor de storm uit. Ja. Maar de volgende keer nodig ik je van harte uit om mee te gaan met een duik op de Triton bijvoorbeeld. Ja. Dat is een wat groter schip wat we mogen gebruiken. En dan maken we er weer een mooie dag van. Ja. Hartstikke leuk, Joris. Nou, dat belooft wat voor de toekomst, jongens. Dankjewel, Joris.